Hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan even in Canada, ronde nummer 7 van het kampioenschap en aflevering 50. Als je aflevering 49 in Monaco gemist hebt, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering verschijnen. En ben je nu het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op alles aan zodat je geen video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in Canada. Ronde nummer 7 alweer. Kwalificatie en de race belooft dus droog. De baan moet ons uitstekend liggen. Een nieuwe gearbox, want in Monaco kwamen we helaas niet aan de finish. Ik ga geen spoilers vertellen. Dat kan je gewoon zien in de aflevering zelf. Maar Canada dus een prachtig circuit. Circuit Gilles Villeneuve. Altijd een top circuit voor ons, want daar presteren wij uitstekend. Maar we gaan eerst door met de kwalificatie en kijken of we voor de pole position kunnen strijden, want we klimmen dichter bij Williams in de R&D-boom. We gaan het zien. Hello and welcome from the circuit Gilles Villeneuve, home to the Canadian Grand Prix, for today's qualifying session. And I'm here, of course, with Anthony Davidson on what has turned out to be a very pleasant day indeed. No weather to interfere, no problems on the track, so absolutely no room for error. That's right, Crofty. It's looking good out there at the moment. Each team will have their own game plan for this session. And of course, once the cars leave the garage, they'll be under Parc Fermé conditions. So any last minute adjustments need to be done right here and now. Beyond that, it's all up to the driver. Who can keep their tyres in the right temperature? Who can hit their apexes? No race fuel on board these days, of course. These are the fastest cars we've had in a long, long time, and it's right here in qualifying where they're at their absolute peak. Let's get started. Nou, we zijn inmiddels aan dan bij Q1 en hebben Kimi Räikkönen lekker voor ons. Heerlijk begin van de kwalificatie. Het kan niet beter, dus we laten hier ruimte over, zodat wij niet last hebben van de dirty air die van Kimi komt. Butler hebben we achter ons. Räikkönen met een 1.11.0, daar gaan wij denk ik overheen. Dan is de vraag met hoeveel. Ik denk toch wel met een volle seconde. Ik denk toch dat we een 1.10 zoveel laten noteren of zelfs een 1.9. We weten het niet, Vettel met een 1.9.8 op de medium band. Lewis met een 1.9.6 op de medium band. Interessant, interessant. En dan komen wij hier nu over een start-finish. En dan gaan we kijken wat wij laten noteren. Wij noteren een 1.9.2. That's the fastest lap so far. Op dit moment de snelste tijd. En Butler is naar 3 gegaan. Dan rijd ik hier wel in de weg van Lando Norris. Pitting this lap then. Come into the pit. Russell is sneller gegaan. En dat heeft mij laten aansporen om nog een ronde in Q1 te gaan doen. Volgens mij op dezelfde set soft. Toen ik de eerste run in Q1 deed en Hamilton na 4. Deze bochten nemen we goed. We verliezen hier wel wat tijd, zie ik. Russell laat een 1.19.6 noteren in sector 1. We komen over de chicanen heen eigenlijk. We zijn nog steeds op P2 en we verbeteren ons. Na de eerste tijd. Een uitstekend begin hier in Canada. En laten we hopen dat we dit door kunnen zetten naar Q2 en Q3. Kubica naar 2 en Hamilton naar 8 op 17e. Maar 2/10 los van Robert Kubica. En Charles Leclerc heeft het niet gered. Op de medium band. Een foutje van Ferrari. En helaas moet Vettel het alleen doen. We komen hier bij onze eerste ronde in Q2. Hamilton ging net de pitstraat uit. Hij rijdt voor ons. Dan is de vraag of hij in de weg gaat rijden. Ik hoop het niet. Maar we zijn weer lekker snel onderweg. 19.4 laten we noteren in sector 1. Paars op dit moment. Bottas met een 1.9.7. Onszelf met een 1.8.7. Volgens mij een seconde sneller dan de Finn. De uitslag van Q2. Hamilton sneller gegaan met een 1.9.2. Maar 14e hebben wij ten opzichte van Lewis. Maar weer een 1-2'tje voor Mercedes. Dus het ziet er weer goed naar uit.
dan inmiddels aanbeland bij Q3. En dan is de vraag of Hamilton ook deze trend gaat doorzetten van Q2 naar Q3. Want in Q1 zat hij er niet bij. Ik maakte een foutje namelijk. Maar ik hoop dat Lewis hier een 1-2'tje kan verzekeren. Want ik verwacht gewoon dat wij hier gewoon voor de pole position staan. Page sector 1, 1-19-4. 19-4 dus. Bottas met een 1-9-4. Ontzettend met een 1-8-5. Heel erg snel dit. En ik denk dat ik het hierbij ga houden. Ja, ik hou het hier dus ook bij. Wij veroveren de pole position. Hamilton naar 2 en Bottas naar 3. Een 1-2'tje voor Mercedes. Prima resultaat. Verstappen stelt teleur. P10. Met een 1-10-2. Weber pakt Max dus. Maar we zitten er lekker bij. De rivaliteit breakdown met Verstappen en Hamilton. Die winnen dus op dit moment van beide coureurs. De research punten. Want er komen een paar ultimate updates aan in Frankrijk en in Oostenrijk. Volgens mij, als ik het goed zeg, ook in Engeland. Dus hopen dat we weer richting Williams in de R&D-tree klimmen. Best wel veel. De reputatie is gestegen met alle teams. Ook met mijn huidige team Mercedes, Veteran en een sportsmanship. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. En dan gaan we nu gewoon door met de race hier op het circuit Gilles Villeneuve. En dan gaan we kijken of we voor een overwinning kunnen strijden. We gaan het allemaal zien bij de grote race van Canada voor Career aflevering 50. Canada has a true love affair with Formula One. The grandstands here are always packed to capacity. It's a country that has given us the likes of Gilles and Jacques Villeneuve, the thrilling Grand Prix of 79, of 98 and of course 2011. They love their motorsport in Montreal and we absolutely love coming here. If you want flat out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7 mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position and Valtteri Bottas will line up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Vettel, Weber, Devon Butler and Perez, Kvyat, Gasly, Verstappen and George Russell, Giovinazzi, Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Lance Stroll and Kubica, Sainz, Leclerc, Daniel Ricciardo and Roman Grosjean. Raikkonen and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou, we zijn inmiddels aanland bij de auto. Een twee-stop strategie, soft, medium, medium. 35 ronden, best wel lang. We nemen wat extra fuel mee voor hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen met de grote prijs van Canada. Career aflevering 50. De lampen zijn dus aan voor de grote prijs. We starten van volgens is een naad van Valtteri Bottas. En daarachter Sebastian Vettel. We zijn onderweg. En het is een goede start. Want niemand kan ons voorbij in de run naar de eerste bocht. Dat is even gezegd hebben. En ik wil nu gewoon weer de wedstrijd gaan leiden. Net als in Monaco. En dan is de vraag of hier dan iemand ons kan overcutten. Ik hoop het niet. Het circuit is hier ook denk ik niet geschikt voor. Want het circuit is best wel snel. Maar de start hebben we gehad. Gelukkig maar. Paas in sector 1. Vettel en Bottas knokken nu samen voor plek 2. We hebben al een gat van 1.4 naar Bottas. Dus dat is lekker snel. Ronde nummer 2. We zitten de snelste race onder nu met een 1.16.3. Het gat met Bottas is 2 seconden. Daarachter Vettel. En Hamilton heeft door een gridstraf helaas moeten starten vanaf plek 12 volgens mij. Dus die moet dus een weg naar voren zien te knokken. En wij rijden nog steeds lekker aan de leiding. Paas in sector 1. Gat met Bottas is 2.1 seconden. 14 erachter te passen in Vettel. Dus dat gaat ons wat meer tijd opleveren. Omdat die twee samen aan het knokken zijn voor positie nummer 2. We zetten weer de snelste ronde neer met 1.12.6. Maar Bottas is sneller gegaan met een 1.12.2.
dus de Finn is wat aan het pushen. DRS is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. Nou, oké, de DRS is dus beschikbaar gesteld. Maar het heeft niet zoveel nut voor Bottas. Die zit op 1.1. Ik wil een klein beetje door. Wat onze exit misschien verpest. Want we zitten eerst te besparen. Daar zit Bottas dan wel dichterbij. Hij zet ook de snelste race in met een 1.12.0 volgens mij. En Bottas kijkt. Maar die aanval kan hij daar niet wagen. Ronde nummer 4. Maar Bottas zit er nu wel dichter op. Dat komt omdat ik eus aan het besparen ben. Vettel is naar binnen gedoken. Weber is naar 3 gegaan volgens mij. Nee, Vettel is niet naar binnen gedoken. Vettel heeft Weber aan zich voorbij moeten laten gaan. Want die hebben samen geknokt voor plek 3. En we kunnen zeggen, nu een pitstop in ronde nummer 4 is wel heel erg goed, vind ik. Maar Bottas zit nog steeds te kijken bij ons. Zit te ver weg. Kan nog niet aanvallen. Kan er wel naartoe rijden. En dat is alleen maar wat ik wil. Ik wil graag dat hij naartoe rijdt. Oké, we hebben een probleem met de ICE, zegt Jeff. Dat is denk ik ook voor ons het enige component waar we ons zorgen om moeten maken. Bottas zit er nu denk ik wel beter voor, heeft DRS, maar kan er alleen maar naartoe rijden. Kan geen aanvalwagen, gelukkig maar. Hier dan misschien? Nee, want wij pakken hem op de exit. Nee, Bottas. Je zit te ver weg. 2/10 is het verschil met Bottas en mijzelf. Oké, de engine is wat warm, terwijl Bottas daar wel goed zit. We knepen hem wat af richting de muur, remmen we hier wat later en duwen hem daar wijd. De motor, de engine is dus wat warm. We moeten hiervoor oppassen. De pitwindow gaat dus openen. We gaan dus naar de medium, zegt Jeff. Ronde nummer 10 inmiddels. Het is wat bewolkt te gaan worden, zie ik. En Bottas heeft weer het gat dichtgereden. 2/10 is het verschil, maar wij gaan hierna dus naar binnen. En ik denk Bottas en Weber ook. Ik denk heel veel jongens gaan dus naar binnen. En dat is precies wat ik wil, zodat Bottas geen aanval kan wagen op het circuit. We gaan dus naar de mediumband. Goeie stop, 2.0. Een hele snelle stop van de Mercedes Pitboys. En dan komen we denk ik achter Kubica terecht, denk ik. Nou, die zijn daar nog aan het knokken. We komen voor Kwiat, die een undercut deed en die is dus niet geslaagd. Oké, mooi. Dan moeten we dus nu Kubica zien te passeren en dan weer wegrijden van de pol. En dat kost denk ik niet zoveel moeite. Nee hoor, want hij rijdt er al heel erg langzaam. We duwen hem als het ware vooruit. En is hier eenvoudig te voorbij. Denk ik. Want Kubica's motor is sneller. En dan is het hier gewoon lekker mooi inremmen. En dan doorrijden naar Russell. Wat probleem met de MGUK of H, ik weet het toen niet. Het gat met Russell is 6.7 seconden. Paars in sector 1, ronde nummer 12 alweer. De MGUH volgens mij was het. Weet ik niet zeker. Maar daar moeten we wel voor oppassen. Dat we die niet kapot rijden hier in Canada. Want ik wil er zo lang mogelijk mee doen. Paars. We zitten het snelste regels in met een 1.11.4. Gat naar Russell is 5 seconden. Ongeveer. Daarachter zit Kwiat op 3.6. Ronde nummer 13. We besparen nu wat urs. Anders branden we alles op en dat is niet wat ik wil. Russell is naar binnen gedoken. En het is wat bewolkter gaan worden. Ronde nummer 17. Maar er is geen regen voorspeld. Gelukkig maar. Kwiat naar 2, Bottas naar 3. En dan stel ik nog steeds aan de leiding. Ronde nummer 17 dus. 4.1 naar Kwiat. En daar zit Bottas op 6 seconden van onszelf. Oké, nog 1 stop dus.
4 ronden en dan gaat onze pitwindow open, dus ongeveer in ronde nummer 21. Maar het kan ook zo zijn dat we geen pitstop doen, maar ik verwacht dus van wel. Ronde nummer 20, nog 15 ronden te gaan, Fiat zit op 4.7. Daarachter zit Bottas op 2.3. 15e, daar doen we het dus mee. En wat betekent dat we dus 15e sneller zijn dan Danny Fiat. Want het gat vergroten we dus met 15e, wat logisch is. Ronde nummer 20. Ik hoop toch niet dat het gaat regenen, want het is wat bewolkter gaan worden. Maar de weerradar zegt dat het droog blijft. Opmerkelijk. Ronde nummer 21. We gaan dus na deze ronde naar binnen. En we geven de leiding uit handen aan Danik Fiat. Hopen dat deze pitstop ook goed gaat, net als de vorige. Die gaat ook goed, 2.0. Mooi. Dan komen we denk ik achter of voor een Alfa Romeo terecht. Ik hoop ook echt voor George Russell, die nu ons passeert. En dan komen we er dus netjes voor. Mooi. 3 posities verloren. Geeft helemaal niks. Wel even de concentratie houden namelijk, want we reden wat langs de muur zonder reden. En dit is dadelijk weer de snelste race ronde zetten, wat ook logisch is. We zijn doorwezen naar P3. Want volgens mij is een Williams coureur naar binnen gedoken. Dat is denk ik Danny Fiat. En voor ons rijdt Lucas Weber in zijn Red Bull. Paars in sector 1, paars in sector 2. 2.0 seconden naar Lucas Weber. Die gaat denk ik ook nog naar binnen. Dus dat wordt weer een gratis positie. Weber duikt dus naar binnen. Ook Fiat duikt, Bottas duikt naar binnen. En we zetten de snelste race onder neer met een 1.10.8. Snelste op dit moment. Ronde nummer 25 inmiddels. Er wordt nu ronde nummer 26. We zetten weer de snelste race onder met een 1.10.6. Russell en Fiat knokken om plek 2. Maar dat knokpartijtje is eigenlijk al gelijk afgelopen, want Russell is naar binnen gedoken voor een setje medium, denk ik. 7.4 seconden naar Fiat. 10 ronden nog te gaan en dan is deze wedstrijd er alweer op. Dus nu is nog rondjes afrijden. Het is daar geel. Ah, Lewis Hamilton, kom op, hij valt alweer uit. In een grote prijs. En dit is niet wat ik wil. Want het lijkt weer een scenario bij Alfa Romeo. Dat mijn teamgenoot uitvalt en dat ik weer de car moet gaan trekken. En ik heb hier helemaal geen zin in. Dat brengt de virtual safety naar buiten. Omdat Lewis Hamilton daar stil staat. En ik ga niet naar binnen. Dat kan ik wel doen, maar dat ga ik niet doen. We gaan dus gewoon doorrijden. Maar ik baal hier wel van. Echt. Delta moeten we positief houden. Het is weer groen, want de wagen van Hamilton is inmiddels verwijderd. De virtual safety car is beëindigd. En we gaan dus weer lekker racen. Ronde nummer 27. De auto voelt nog goed aan. De ICE is wat aan de hoge kant. Hopelijk dat het ook in Frankrijk volhoudt. En we besparen hier fuel en uurs om dadelijk weer alles open te zetten. Het gat naar Fiat is 6.1. Daarachter zit Bottas op 3.3. Dus het is lekker groot. En daar zit Daniel Ricciardo, die we hier proberen te unlappen. Die zich niet zo makkelijk gewonnen geeft, want hij remt gewoon later. Dan rijdt hij hier op een heel raar punt langzaam. En dat verliest ons heel veel tijd. Dat kost ons gewoon heel veel tijd. Nou, Daniel Fiat, dat is inmiddels 1.3 geworden. Dat was eerst 6 punten zoveel. Dus we hebben ruim 5 seconden verloren. Met deze blauwe vlag situatie. Ja, daar gaat Ricciardo wel mooi aan de kant. Wat krijgen we nou, Daniel? Had ik niet van je verwacht. Ronde nummer 34. Nog 2 ronden te gaan. Fiat zit in één keer op mijn gearbox. En dan remmen we hier wat later.
raken we elkaar, hoor ik ook. Mijn band raakte de cycle van Kvyat. Maar dan is het hier nog even knokken voor P1, want Bottas zit er ook aan te komen hoor. Maar heel slecht wat Daniel Ricciardo deed, een blauwe vlag. Situatie die hij eigenlijk gewoon voorbij had moeten laten gaan, maar dat deed hij niet. Had hij gewoon op de rechtstuk, had hij gewoon van de gas af moeten gaan, alleen dat deed hij dus niet. Kvyat zit er wel heel dicht op. We moeten hier alles open gaan zetten om keihard te verdedigen naar de rust. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grootmans van Canada. En dan laten we hopen dat we deze ook kunnen winnen. Daar dan zit Kvyat er beter voor. Maar wij remmen hem hier uit en wij duwen hem daar ook wijd. Dus dat geeft ons wat frisse lucht. We moeten ook echt fuel gaan besparen, want dat is echt niet meer zoveel hoor. Kvyat en Bottas knokken nog voor P2, de beide Williamsen, dus dat geeft ons weer lucht. En dan lijkt het erop alsof we deze wedstrijd gewonnen hebben. Of we de strijd met Kvyat gewonnen hebben. Jammer van die blauwe vlag situatie. Jammer dat Lewis Hamilton uitviel. Maar toch nog een prima overwinning met de snelste raceronde. Wij winnen de schotels van Canada. En we breiden weer onze voorsprong uit in het WK. Een super resultaat op het circuit van Gilles Villeneuve. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, de uitslag, wij winnen de grote prijs, we pakken ook het snelste rekenpunt. 26 punten in totaal. Kvyat naar het podium. En Hamilton uitgevallen. Is naar P9 verwezen. En we behouden de leiding in de wereldkampioenschap voor de coureurs en de constructeurs op dit moment. 17 verschil maakt op Danny Kvyat. Op start finish. Toro Rosso klimt naar voren. Het was Valtteri Bottas trouwens, geen Danny Kvyat. Helaas, Hamilton uitgevallen. En ik had op een ronde gezet. Dan is hier Claire. It doesn't get much better than a win at this track. Nee, dat klopt. Canada altijd een prima circuit op te rijden. Een snel circuit en we zijn er goed mee weggekomen. Het circuit. Gewoon het circuit en de strategie. Dat was het. Do you think you were lucky not to end your race with that crash? Welke crash, Claire? Oké, tot in Frankrijk. De rivaliteit breakdown met Hamilton en Max Verstappen. Groen, groen, groen aan onze kant. Rood, rood, rood aan Hamilton's kant. Altijd leuk om te zien. De resource punten, het zijn er lekker veel geworden. Dus we kunnen weer upgrades gaan kopen voor in Frankrijk en in Oostenrijk en in Engeland. Lekker veel dus. De reputatie is weer gestegen. Ten opzichte van Monaco met de teams Vettel en een sportsmanship, je weet het allemaal wel. Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that. Nou, dankjewel Emma. Nou, dit was het review mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je hier nu op het kanaal om meer wekelijkse aflevering van de F1 meer moet zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een like en belletje op alles aan te zetten, enkele video van mij mist. Vond je de video tof? Doe het in de comments. Hey, toffe video. Ik heb genoten van de wedstrijd. Vooral de laatste met Kvyat. Noem maar wat op. Volg me even op Instagram, links in de beschrijving. Ik zeg een fijne dag verder en tot de volgende keer bij F1 Ik ga verder in Frankrijk.